Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vaak heel lastig om gewoon deel te nemen aan de samenleving. En dat is zo jammer, want juist die interactie met mensen, het gevoel dat je ergens bij hoort, is zo belangrijk. Jantje Beton is samen met Fonds Verstandelijk Gehandicapten iets gestart, de Perfect Match. En wat dat nou inhoudt, ga ik even vragen. Hallo, dag. En jij? Waarop gegaan? Nou, jou zocht ik erop. Je meet het. Ja, en Elem van Fonds Verstandelijk Gehandicapten, is die er ook? Ja. Hallo. Hoi. Hoi, hoi. Nou, ik ga het meteen vragen. The Perfect Match. Wat houdt het in, Rob? We willen allemaal heel graag in Nederland als jongeren met een beperking werken of werkervaring opdoen. Dus we hebben 2 of 3 pilots gerealiseerd. Waarin we gekeken hebben of jongeren met een beperking een toegevoegde waarde zouden hebben als ze in speeltuinen en in de omgeving van de speeltuinen zouden kunnen werken. En dat is glansrijk en succesvol gelopen. Ik heb nog nooit zulke blije medewerkers gezien als deze jongeren. En daarvoor hadden wij natuurlijk de hoop dat we met andere partijen, de Fonds Verstandelijke Gehandicapten onder andere, kijken of we dat kunnen uitrollen. Nou, dat is onze grote wens. Hey Eilem, het werkt dus, begrijp ik. Zeker, ja. Het werkt. Ja, ze zijn blijer, zeker. En het zorgt ervoor dat ze het gevoel krijgen dat ze gewoon meedoen in de maatschappij. En ook hun steentje kunnen bijdragen in de buurt, in de maatschappij. En gewoon kunnen participeren. Kijk, ik heb hier een cheque. Zoals dat hoort. Om het goed te ondersteunen allemaal. Om te zeggen, ga zo door. Is dit een bijdrage aan dit project? En ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Nou, ik weet het wel zeker. Ik spiek eventjes stiekem. Ja, daar gaat hij. Ik hou hem vast. En hou vast, dames. Ja, oh, daar gaan we. Zachtjes. 4, 4, 6. Yeah.